Een modderige bende is het bij het Zwarte Gat. Om je eraan te herinneren hoe mooi Drenthe ook in bloei kan staan, hebben we afgelopen zomer een serie opgenomen over orchideeën. En deze prachtige exemplaren stonden in Hoogeveen. Uitkijken voor de hondendrol hier, denk ik, of niet? Dat denk ik ook, ja. Want het is echt wel een paadje waar de honden worden uitgelaten. Dus ik heb wel plekken waar zoveel hondendrol liggen en orchideeën, dat het hondenpoep-orchideeën zijn. Ja, we zijn dus in Hoogeveen. Het is begin juni en langs deze berm in de wijk De Weide groeien orchideeën. Een heleboel. En eigenlijk is dat helemaal niet zo bijzonder. In Hoogeveen niet. Want in Hoogeveen kennen we ze al jaren in de woonwijk. Maar dat heeft alles ermee te maken met hoe de gemeente Hoogeveen hier het groen beheert. En wat moet je dan doen om die orchideeën hier te krijgen? Nou, allereerst moet je gaan kijken van waar heb je nou kansen om leuke natuur te ontwikkelen in zo'n woonwijk. En omdat we hier in eigenlijk een soort beekdalgebied van het Oude Diep zitten, met wat kwelwater uit de ondergrond, met wat specifieke bodemeigenschappen, kun je hier ook rustig gaan kijken van hoe je zo'n gebiedje op het best kunt beheren om leuke natuur te krijgen, waar dus die orchideeën bij horen. En dat gaat hier dus al jaren goed, tot vreugde van de buurt. Als het tenminste niet te gek wordt met die natuur. Nou, de meeste mensen vinden dit wel leuk, want dit is natuurlijk heel bloemrijk, kleurig, fleurig. Als het gras wat hoger wordt en ook, er zitten ook wat planten, kruiden en zo bij die misschien wat ruiger ogen. Nou, dan speelt de gemeente Hoogeveen er ook op in om wat vlotter te maaien, zodat er geen overlast is of dat het in sommige mensen hun ogen wat lelijker wordt. Maar zoals we hier nu staan, dat wordt door de meeste mensen wel gewaardeerd. Is Hoogeveen nou een voorbeeld voor andere gemeenten? Nou, het voorbeeld, ja, ik denk het wel. En dat heeft er vooral mee te maken omdat Hoogeveen het al heel lang doet, al minstens 15 jaar. En dan zie je gewoon ook de resultaten. Dus het leuke van Hoogeveen is dat we ook anderen hier naartoe kunnen halen vanuit andere gemeentes of andere organisaties. Om te kijken wat je met ecologisch beheer op goede plekken kunt bereiken. Het kan niet overal hoor, dat is echt evident. Maar op plekken die er geschikt voor zijn kun je met een beetje goed beheer iets leuks voor elkaar krijgen.